Veel redacties van kranten die hebben maar 2 of 3 pagina's de ruimte voor opiniestukken van onbekende auteurs of bekende auteurs. En vaak gaan dan die bekende auteurs voor. Maar onbekende auteurs hebben vaak veel interessantere verhalen. En als je die dan een podium biedt, dan wordt dat wel goed gelezen. En worden zij misschien zelfs ook wel bekendere auteurs. Een opiniestuk is een manier om in het nieuws te komen. Je kunt ook een persbericht schrijven. Je kunt ook een journalist vragen om jou te interviewen. Of je kunt een journalist uitnodigen om op je bedrijf een keer langs te komen om te kijken hoe jij jouw producten maakt. Maar in een opiniestuk kun je laten zien hoe jij de samenleving wil inrichten en wil veranderen misschien. Kranten en websites bieden een podium waarin je dat opiniestuk kunt plaatsen. Terwijl ze niet een podium bieden om een persbericht zomaar te plaatsen of een interview integraal weer te geven. Dan zullen ze zelf het stuk schrijven of de reportage maken. En in een opiniestuk kun je dat min of meer zelf indelen. Waardoor jouw boodschap echt blijft staan en overkomt en een heel groot publiek zal beïnvloeden. Een goed opiniestuk heeft natuurlijk een goede opbouw, maar vooral inhoudelijk moet het ook journalistiek zijn. Het moet actueel zijn, dus het moet gaan over een debat waar veel mensen zich mee bezighouden, of in ieder geval een onderwerp dat leeft. En als je cijfers hebt die opvallen, schokkende cijfers, dan moet je die zeker erin verwerken. Als je bekende mensen hebt die jouw mening kunnen onderschrijven, laat die dan aan het woord in jouw opiniestuk. Zo zijn er heel veel trucs eigenlijk, journalistieke criteria die je in je stuk kunt verwerken. En waarmee je de aandacht in ieder geval van de opinieredacties zult trekken. En die opinieredacties die zullen het dan weer graag in de krant zetten, waardoor je weer lezers trekt. Wat we van journalisten kunnen leren om zelf nieuws te maken, is dat je net zo nieuwsgierig moet zijn als journalisten. Dat is als mensen conflict met elkaar hebben, dat je dan doorvraagt van hey, hoe komt dat nou? Wat is er voor, wat is er tegen? Maar niet alleen ruzie of conflict of competitie is belangrijk, maar ook gewoon is iets nog nooit eerder gebeurd. Als jij dat zeker weet, dan kun je dat benadrukken. En niet alleen journalisten vinden het leuk. Journalisten zijn eigenlijk een soort doorgeefluik. Gewone lezers en kijkers vinden het ook interessant om naar te kijken of dat te lezen. Dus als je je inleeft in hoe journalisten denken, dan komt het vanzelf goed. Niet iedereen hoeft nieuws te maken. Je kunt gewoon lekker je ding doen. Maar als je wil opvallen, als je een mening hebt of een dienst of product waarvan je wil, daar moet meer aandacht aan worden besteed. Ja, dan moet je jezelf afvragen, hoe trek ik zoveel mogelijk aandacht? Hoe maak ik nieuws van mijn product, dienst of idee? En dan, als je dat doet volgens de manier waarop journalisten werken, dan val je ook makkelijker op